Of als je ze opzij vraagt of in de trailer wilt zetten, dan zit er plots geen enkele beweging meer in, terwijl dat ze die oefening eerder al 100 keren hebben gedaan. Lieve paardenvrienden, vandaag gaan we dan eindelijk verder met deel 2 van het type paarden. Dus wat voor type paarden zijn er allemaal en wat kunnen we ermee als mens? Hoe gaan we ermee om? Hoe leren die type paarden en wat zijn een beetje de moeilijkheden? Nou, vorige week hebben we er al een paar gehad en deze week ga ik jullie er weer 3 geven. 3 nieuwe type paarden waar we rekening mee kunnen houden. Oké, dan beginnen we vandaag met het koppige paard. Ik ga hierbij al onmiddellijk zeggen: let op in grote letters. Het woord koppig, een koppig paard, is iets wat wij mensen aan het paard geven. En het is vervelend om te horen, maar wij zijn als mens de oorzaak van een koppig paard. Want een koppig paard, een paard wordt niet koppig geboren. Dus in dit geval zijn wij mensen de oorzaak van een koppig paard. Of ons eigen gedrag is de oorzaak van een koppig paard. Je kent waarschijnlijk wel, als je het herkent in je eigen paard, het paard die de ene helft van de tijd eigenlijk de oefening perfect uitvoert en de andere helft van de tijd gewoon rotvast weigert om dezelfde oefening te doen die dat hij de andere helft van de tijd gewoon piekfijn doet. Dit is een paard die het of niet begrepen heeft en in de war is, dus door onduidelijke communicatie van zijn mensenvriend. Of een paard die nog onvoldoende respect heeft voor zijn begeleider. Of voor zijn mensenvriend. En dat is ook door onvoldoende duidelijkheid en onvoldoende consequentie. Dit zijn dus echte paarden die limieten lijken te testen. Dus waar dat je eigenlijk maar één commando normaal gezien hoeft te geven, geef je bij dit paard eigenlijk altijd 2 of 3 of zelfs meer voordat je het doet. Of als je ze opzij vraagt of in de trailer wilt zetten, dan zit er plots geen enkele beweging meer in, terwijl dat ze die oefening eerder al 100 keren hebben gedaan. Dus voor jou als mens is er op dat moment vooral wanhoop. En consequent zijn en blijven is een uitdaging. Oké, wat heeft dit paard nodig? Dit type paard heeft geduld nodig. Een geduldige aanpak van een begeleider die kennis en zelfdiscipline bezit. Met duidelijkheid, consequentie, geduld en zelfvertrouwen kom je met dit paard echt een heel eind. We gaan hier in mijn voorbeeld ook vanuit dat het gaat om een paard die moeite heeft met onduidelijkheid en onvoldoende consequentie. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn waarom een paard een bepaalde oefening niet meer wil doen. En dan gaat het bijvoorbeeld over pijn of ongemak, over angst, iets interessants geroken of gehoord of zelfs gezien in de verte. Kan ook gaan over onvoldoende uitdaging, waardoor het de aandacht continu bij iets anders is. En nog zoveel meer. Voor één bepaald probleem bij een type paard kunnen echt enorm veel oorzaken zijn. Kan ook pijn, ongemak zijn, zoals ik al eerder zei. Maar hier gaan we even van uit dat dat allemaal is uitgesloten. Twijfel je daaraan? Ga echt een dierenarts bellen om dat uit te sluiten vooraleer je verder gaat. Dat is een tip die ik meegeef. Als tweede hebben we het angstige paard of het bange paard. Echte angst voor iets is ook iets wat ontstaat dan iets wat er al is. Daar word je niet echt mee geboren. Hoewel er wel paarden zijn die makkelijker neigen naar eerder angst of andere kant dapperheid. Dat heb je dan wel weer van jongs af aan, zeg maar.
En in een kudde bepaalt hij ook mede hun rang en positie in de kudde, in de groep. Maar echte angst voor iets ontstaat echt door een bepaalde gebeurtenis of een trauma. En een angstig paard is ook echt gewoon gevaarlijk in de training. Een paard denkt op dat moment eigenlijk alleen maar aan vluchten en zal geen rekening meer houden met degene die naast hem staat. Dus als jij naast hem staat, geen rekening meer houden. En mogelijk er ook gewoon compleet overheen gaan in blinde paniek. Die angst die moet er dus als eerste uit. Want ook leren voor een paard die angstig is, is echt heel moeilijk. Eigenlijk haast onmogelijk. Want een paard in die staat pikt ook niks meer op. Of haast niks meer op. Die is echt alleen compleet gesteld op die angst en op dat ik moet hier nu vluchten zo snel mogelijk. Dan pik je ook niks meer op. Dus wat heeft dit type paard nodig? Als eerste vertrouwen in zijn mensenvriend. Een mensenvriend met zelfvertrouwen en leiderscapaciteit. En hij gaat zijn begeleider dan ook echt als een leider zien. Want jij als leider geeft hem voldoende rust en zelfvertrouwen en ook veiligheid. Of eerder een gevoel van veiligheid. En dat maakt van jou een leider voor je paard. Is dat dan gelukt, dan kan de angstwekkende prikkel, hetgene waarvoor het paard angstig is, ontspannen worden. En uiteindelijk ook weggehaald worden met de juiste training voor dat specifieke paard. Dus dit paard heeft rust, geduld, veiligheid en vertrouwen nodig in zijn begeleider. En is het je nu onduidelijk of er echt sprake is van angst bij je paard? Schakel dan een professional in. Want met hun observatievaardigheden en hun kennis van gedrag en hun ervaring kunnen ze angst herkennen. Oké, en dan het nieuwsgierige paard. Sommige paarden zijn gewoon nieuwsgieriger dan andere. Dit zijn de paarden die, wanneer ze bijvoorbeeld iets onbekends in de paddock zien staan, ze die onmiddellijk gezien hebben en gaan bekijken. Ze kunnen er even van schrikken, maar ze willen het object vooral graag bekijken en besnuffelen. Echt onderzoeksgedrag. Alleen, dit zijn ook de paarden die met alles aan de haal gaan en ook van alles kapot maken en kunnen maken. Niks is veilig in de buurt van dit paard. Geen losliggend deken of loshangend deken, geen emmer, geen losse dingen in de paddock. Dus wil je alles heel houden bij dit type paard, is het verstandig om alles na je werk, na je training, gewoon weer veilig op te bergen voordat je paard het compleet kapot maakt. Maar dit zijn ook de paarden die, wanneer je op buitenrit gaat met een groep, vooral graag voorop lopen. En op het moment dat een groep ergens niet doorheen durft of overheen durft, bijvoorbeeld een brug. Dat is het voorbeeld die ik wil geven. Een brug. De rest van de groep wil er niet overheen. Dit is het paard die als eerste het voortouw zal nemen en de brug over zal gaan, waardoor dat de rest lekker mee kan volgen. En deze paarden trucjes aanleren gaat als een tierenlier. Deze paarden zijn eigenlijk nieuwsgierig genoeg dat ze alles willen aanraken. Dus klikker en target of klik en target training zal echt een grote bijdrage leveren tijdens je trainingen en tijdens het vooral de trucjes aanleren. Oké, dit waren de drie types van vandaag. En zo te zien ben ik op tijd klaar, want de zon valt er net in. Dus zometeen vallen we volledig weg. Volgende week gaan we verder met de laatste paar type paarden. Wil je nu meer van dit soort video's wat jullie verder helpt met jullie paard? Like dan even hieronder de video en abonneer even op mijn kanaal, want er komen er nog veel meer als deze aan. Dus dan eindig ik de video hier en zie ik jullie volgende week weer bij de nieuwe video. Tot de volgende! Doei doei! Oh, een lipje! Een momentje. Dat gaat niet. Is je toch gelukt?